Duncan van Mol, sta je hier nou op maandagmiddag in een kledingzaak anders nu je de koploper in de topklasse bent, of niet? Jazeker. Ja. Wat? Nou ja, kijk, als je wint op zondag, dan ga je maandag veel fijner naar je werk dan als je verliest op zondag. Dus dat is het grote verschil, denk ik. Jij hebt het de laatste weken vanwege een blessure van de buitenkant moeten bekijken. Als je nou het succes van AFC moet verklaren, hoe doe je dat? Nou, ik denk dat we ten eerste op bijna alle posities versterkt zijn. Dus er zijn jongens weggegaan, er zijn jongens gekomen, we zijn breder geworden. We kunnen het makkelijker opvangen als er iemand geblesseerd raakt of minder in vorm is. Dan hebben we gewoon we hebben een brede selectie waardoor we dat op kunnen vangen met andere goede spelers. Ik denk dat vorig jaar de selectie iets krapper was. Ja, plus dat we gewoon in vorm zijn, dat we het goed doen, dat we resultaten halen. En op het moment dat je dan de sfeer goed houdt. En vertrouwen put en ziet dat er ontwikkeling is binnen het team en dat het team wat best wel een team is wat veel nieuwe jongens kent. Dat je de groep naar elkaar ziet groeien, zeg maar, dat de individuen naar elkaar ziet groeien, dan is het eigenlijk logisch dat je stappen voorwaarts zet. En als je blijft winnen, ja, dan groeit het vertrouwen. En ik denk dat dit team heel veel vertrouwen heeft op het moment. Toch, de tegenstelling met vorig seizoen, uitgezonderd de slotfase, is natuurlijk wel groot. Ja, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik denk dat we ook een hele goede beginfase hebben gehad. Volgens mij hebben we na twee wedstrijden of één wedstrijd niet zo heel goed gespeeld. Maar de wedstrijden daarop wonnen we volgens mij 5 keer. Toen hebben we een hele slechte serie neergezet met 10 keer verlies, zoiets. En toen kwam er een trainerswissel en toen kwam de eindsprint en toen speelden we weer gewoon heel goed voetbal. Met de basis van het team, van waar het huidige team uit bestaat, zeg maar. Dus eigenlijk is het de basis van succes dit seizoen, zeg je, is in de slotfase van het vorige seizoen gelegd onder trainer Maarten Stekenburg. Ja, denk ik wel. Ik denk dat de laatste 5 wedstrijden van vorig seizoen toch heeft laten zien dat we heel goed kunnen voetballen. Met het team waarmee we ook gewoon bijna geen punten pakten. En dan zie je dus dat alles te maken heeft met vertrouwen. Waardoor dat precies kwam, daar heeft iedereen een bepaalde mening over. Maar met dat team, met de jongens die nu ook nog in dit team spelen, met Enrico Patrick, met Joshua Patrick, met Maggot, met andere jongens, Wout Meulemans, kun je gewoon een prima elftal neerzetten wat kan winnen. En dat hebben we vorig jaar aan het eind van het jaar laten zien en aan het begin van het jaar net zo. En mede door versterkingen denk ik dat we nu gewoon veel stabieler zijn en dat we achterin heel weinig weggeven. En heel veel weghalen. En voorin met een Wilfraat en Rico Patrick zijn we gewoon heel gevaarlijk. En kunnen we individueel kunnen we kansen benutten, creëren en benutten. Hoe was die busreis terug eigenlijk gisteren? Ja, die was redelijk gezellig, ja. Schets het eens. Nou ja, er wordt muziek gedraaid, er wordt gekaat, mensen dansen, mensen zingen, mensen doen gek. Er wordt een drankje gedronken. Al met al is het één groot feest en zie je alleen maar lachende gezichten. En ik denk ook dat het kan als je een busreis 2 uur naar Emmen hebt en dat je dan gewoon een goede wedstrijd neerzet en wint. Dan mag je terug wel een feestje vieren, vind ik. Kan AFC kampioen worden? Dat kan zeker. Is AFC misschien zelfs wel een van de favorieten? Nou ja, kijk, een seizoen duurt gewoon lang. En, je bent op 1/3 inmiddels al, hè? Dus, Ja, maar dan doe ik. Ik ga nogmaals naar vorig jaar. In het begin doe je het goed. En dan heb je in één keer 10 wedstrijden waarin je verliest. Niemand kan het verklaren. En dan de laatste 5 wedstrijden zijn we goed. Nou ja. Het kan altijd. Als je zoveel wedstrijden wint in het begin van het seizoen.
Dan groeit er iets, maar het seizoen is ook nog lang. Je hebt een aantal weken niet gespeeld. Nou, een voetbalwet is dat je een winnend team niet moet wijzigen. Dus je moet even op je beurt wachten. Of hoe zie je kansen? Ja, nou ja, dat is allemaal aan de trainer. Of profiteer jij van de schorsing van Megan Jansen? Nou, ik denk dat we daar andere spelers voor hebben die dat heel goed op kunnen vangen. En vooral centraal achterin. Ik heb er zelf ook wel gespeeld, dus het zou een mogelijkheid zijn. Weet je, daar hebben we het dan wel weer over met de trainer. Maar het liefst speel ik altijd. En ik denk ook dat ik een toegevoegde waarde ben voor het team. Maar op het moment dat je wint, dan is er een voetbalwet dat je dat team nooit moet veranderen. Aan de andere kant, toen ik geblesseerd raakte, daarvoor wonnen we ook. Dus ja, het zal allemaal wel weer goed komen. En er zal wel weer een schorsing komen. Ik wacht gewoon even op mijn beurt. Je maakt je niet druk? Nee,